Als jong meisje had ik een droom. Ik wilde zo graag één keer in mijn leven de Tour de France winnen. En ik won die Tour, maar het was geen droom. Ik had ook een eetstoornis. En dat is echt een verschrikkelijke periode in mijn leven geweest. Ik heb 8 jaar van mijn leven heb ik weggegooid. En er zijn nu heel veel mensen die getroffen worden door anorexia of bulimia. Met name ook kinderen. En die horen dat gevoel niet te hebben. Dat is echt verschrikkelijk. En dit gevoel wat ik nu heb, de balans terugvinden en dat ook uitstralen, dat gun ik. Dat gun ik al die mensen met eetproblemen. En daar staat eigenlijk ook het Leontienhuis voor. Op zoek weer naar nieuwe kwaliteit. En dat ze uiteindelijk weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. Dat gun ik ze. Breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Gaan we daar zitten? Meegenomen. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. De afgelopen jaren om met al die fijne vrijwilligers heel veel mensen van kunnen helpen, zodat ze ook weer een beetje geloven in de toekomst. Maar dat had ik nooit alleen gekund. Dus ik ben zo blij met alle ervaringsdeskundigen. Dus die wil ik er nu ook bij halen. Want op het moment dat je midden in een eetstoornis zit, dan denk je, dit is mijn leven, ik kom er nooit meer uit. Maar ik wil ze heel graag bijhalen, dan zien jullie dat het mogelijk is. Vroeger, weet je, klopte ik het op en ik ben gewoon boos geweest en ik ben verdrietig geweest. En dat mag ook als je iemand die 33 jaar in die voorop in het leven staat en wordt er een uit het leven gegeven. Maar ik heb de eetstoornis niet nodig gehad. Het Leontienhuis bestaat eigenlijk helemaal van giften en fondsenwerving. En vanochtend nog heb ik een check opgehaald bij de Lions hier in Zevenhuizen. En dat is natuurlijk leuk om te merken dat wij hier ook lokaal worden ondersteund. De Lions, maar ook, we hebben al heel veel vrijwilligers hier echt uit de regio. Er zijn heel veel bedrijven die mee hebben gedaan aan de verbouwing van de boerderij. Nou ja, we hebben een club van 100 waar bedrijven aan mee kunnen doen en lid van kunnen worden. Zo zijn we ook bezig met donateurschappen, want het is natuurlijk belangrijk dat het Leontienhuis blijft bestaan. We hebben een mooie boerderij en we willen ons goede werk blijven doen. Dus familie van bezoekers die hier komen, dus opa's, oma's, vaders, moeders, die kunnen ons ondersteunen en een donateurschap aangaan. Dus dan kun je zelf kijken wat je maandelijks aan ons zou willen overmaken om ons te helpen te blijven bestaan.